Ja. Gaat een beetje stroef af en toe. Dit is lijn 30 richting Amstelveen Parklaan. De Remise Karperweg. Jan Wilsbrug, Olympisch Stadion. Precies, ja. Kijk, begrijp je wel? IJsbaanpad. Oké, dus dat omdat het eindpunt voorbij rijden, ja, is ook niet. Ja. Had je al een plaats geweest? Nog niet. Dat wil je een natuurtje. Ik heb mijn rug al een paar keer gezien op YouTube-video's. Gewoon lekker ons op de lijn houden.
Ja, dat kan ik. Nee, ik vind het verder niet erg hoor. Zuiderhof, Jollenpad. Ja, ik heb wel een aantal van je video's gezien, zo ik trek gelijk abonneren. De V is wel in Jollenpad? Ja, snap ik. Je zit officieel niet aan het VVB, maar dat hoort toch wel een beetje bij. Ik doe het ook niet voor onze namens VVB. Kijk, dit is dus een handige. De beveiliging daar, die doet het niet helemaal. Die lag er echt weken uit. Voor precies van de week wordt alleen nog geluid. We hebben nog geen rood licht dus, en ook geen wit licht. Het moet altijd geplakt worden. Tot dat gaat een keer te repareren. Ja, kijk, wij beheren dat zelf, hè? Dus een van onze vrijwilligers die moet daar aan klooien om het weer voor elkaar te krijgen. Ja. En dan heeft hij natuurlijk wel heel veel geprobeerd en gedaan. En dan krijgen we al steeds meer. Maar we hebben het dus nog ook vaak genoeg voor dat je het wordt vaak onderhouden. Maar soms wil het gewoon even niet werken. Blijft het niet. Ja. Ergens is. Het geluid weer te laten doen, maar schijnbaar ook wat batterijtjes. Ja. Of er met licht is, geen idee. Nou, die lampen die werken op een andere spanning als die bellen. Dus daarmee, en daarmee heeft het waarschijnlijk te maken dat die ene spanning niet goed doet. Maar dat moeten we nog even bespreken. Misschien ergens een breuk in een kabel of zo? Nee, maar in de voedingskast denken wij. Daar zijn we nog aan het meten en testen. Nou, hopelijk doet dit binnenkort weer. Ja, precies maar. Ja, het is wel mooi dat je deze lijn hebt. Ik heb veel vanaf Amsterdam vertrekt. Ook. Goed, ja. Als je straks ja genezen gaat. Koenenkade. Nou, we hadden hem net gerepareerd, dus super. Dat wil je ook willen terug, neem ik aan. Ja. Net als bij echte andere lijnen, het is natuurlijk al een continu proces, hè? Want zelfs nu rijden we tot de molenweg en volgende week rijden we hopelijk weer door. Tot ja, precies, heel veranderlijk eigenlijk. Ja. Van Nijenrodeweg, Amstelveenseweg, overstappen op streekvervoer.
BMW-bestuurder dacht dat de berm een goede plek was om in te halen van de overweg. Dus ja, vind je Martel. Kalfjeslaan, sportcomplex Nieuwe Kalfjeslaan. Overstappen op streekvervoer. Hey. U stond toch niet lang te wachten, hè? De 2 is aan de Kalfjeslaan. Ecno Foxtrot Amstelveen voor de 2. We zijn al van 8 minuten vertraging naar 3 minuten vertraging. Dus nou komt dat weer helemaal goed, hè? Jazeker. Amsterdamse weg. Graaf Florislaan. Overstappen op streekvervoer. Als ze echt de motoren gelopen. Ja, dat is wel een groot probleem. Van de lange termijn. Ligt het loopt erbuiten. Het is wel een zonde, want het is een hele mooie tram. Alleen, de ATM had het onderstel gebouwd. Daar hadden ze ook dingen met elkaar gesprokkeld qua onderdelen. Ja. En, eigenlijk moeten we weer iets, even 3 kruisjes op die asponten zetten nog ervan. Dan is hij weer helemaal compleet. Zit hij er nu niet meer op? Nee, maar het is helemaal, het zijn asponten van een Haagse 800, die veel groter zijn als het origineel. En ze hebben ook in de gietstukken draad geschroefd. Dat kan helemaal niet. In de gietstukken kan je niet de draad tappen. Dat soort dingen hebben ze allemaal gehoord. Dus het is allemaal heel erg. Ze hebben het toch een beetje in elkaar gezet zomaar. Hè? Hij ziet er heel mooi uit, maar. Technisch is hij niet. En daarom hapert hij ook wel met de. Nou, als we maar weer rijklaar kunnen krijgen voor. We doen ons best, hè? 2025. Dat is de. Nou,
Amsterdam, 750 jaar Amsterdam. 150 jaar Amsterdamse tram, 150 jaar EMA. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon even het feestjaar. Ja, precies, precies. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk op de baan hebben. Karselaan. Molenweg, Graaf Albrechtlaan, Broersepark, eindpunt. Overstappen op streekvervoer. Beste reizigers, door werkzaamheden rijdt tram 30 niet tussen Amstelveen Parklaan en Amstelveen Bovenkerk. Door een verzakt spoor rijdt tram 30 niet tussen Amstelveen Molenweg en Amstelveen Parklaan. Plan uw reis op museumtramlijn.org/lijn30. Zo, eindpunt. Nou. Dit is lijn 30, richting Haarlemmermeerstation. Lekker uitwaaien. Dat soort dingen gedaan, hoor, vroeger. Karselaan. De opening van de verlenging van lijn 24 gedaan, hè? Oh, ja. En toen daar is een kopspoor. Een kopspoortje is daar, hè? En daar heeft die tijd, toen hebben we een paar uur gestaan. En toen kwam die mevrouw, die chef, helemaal, ja, hoe moet je dan terug? Want er is geen cabine op de achterkant en moet er een tafel aangekomen en zo. Ja, helemaal drama. En toen is er één jongen bij het touw gaan staan. En eentje op de achterbalkon. En op een fluitsignaal zijn we achteruit gereden. Nou, die mevrouw is al water branden, hoor. Dat soort dingen is natuurlijk altijd leuk voor hobbyisten en zo, hè? Ja. Kijk, we hebben ook een keer een combino gehad. Nou, hartstikke leuk. Hè? Even iets anders. Ja. Een paar bewoners die schrikken van, oh nee, ik zie hier vast de tram. Ja, precies. Ja. Dat
ook echt de enige, zeg maar de laatste rit, weet je, als enige wagen op de lijn. Een keertje op manier. Amsterdamse weg, Graaf Floreslaan. Overstappen op streekvervoer. Dat mag je eigenlijk niet. Ja, het is op de modelletjes gewend en dan moet ik meestal bokkendozen bij rijden of zo. Oh. Die mensen zaten erin. Die zetten er bij ons in de tent. Oké. In de 5-7? Ja. Of 8-16? Nee, 5-7. In de 5-7, oké. Reden wij op lijn 10 een bepaalde dienstwagen, die was alleen maar, die werd gereden door, door vrijwilligers. En dat was de lapjesmarkt de dag, de dienstwagen. En die werd gereden door vrijwilligers. En maar wel door met geleiders van het GVB. En, maar dan kwamen we op eindpunten en dan gingen ze al lampjes verwisselen en zo, ja, allerlei dingen doen. En de centraalpost moest redden om lachen, want die. Nou, ik heb het lampje al verwisseld hoor. En dit al gedaan, en dit al gedaan. En het tram ging nooit stuk. We gaan het door. Ja, wat je wil. Nou, we gaan het gaat heel. Spin jij eruit of niet? Ik pak het spring uit, ja. Je bent nog jong, hè? Toch. Zo, hè? Of mensen het echt gaan doen en dan kunnen ze wel helpen. Dit zijn die vrijbalken, net als bij de spoorwegen. Dus binnen die balken mag je dus stilstaan zodanig dat je elkaar niet raakt. Sorry, ja, precies, precies. Voorbij dit punt stand. Zo. Zo. Hij is nog even niet in zicht. Nee, twee nee. Is aan de Kalfjeslaan en wacht. Kalfjeslaan, daar is hij. Die zal staan aan het overheen. Oh ja, daar heb je hem. Ik zie er wat. Nee, tussen de, bij de Willemsparkweg. Oh ja. Dan heb je een hele scherpe bocht. En daar was een paardentram in Meersen. Ja. En op de Amstelveenseweg, vlakbij het Vondelpark, heb je dat hele. Het duikcentrum of zoiets. Dat was ook een paardentramremise. En die Haagse wagens, die hebben dus de zwaartekracht andersom, hè? Dus die hebben de zwaartekracht andersom. Dus we hebben ook een aparte groep met bestuurders die andersom rijdt. Zo. Ja, dat wisselt zich niet echt uit eigenlijk. Nee, daar krijg je rare dingen van natuurlijk. Het is dus dat ik het gaspedaal van je auto aan de doen. Precies. Ja. Ik wacht op de
Dienstwagen 2, Delta Charlie, Bravo Alpha, halen we meer station voor de 2 met tussenmelding aan het Jollepad. Hallo. Oké, hij mag. Hebben we iedereen? Ja. Kalfjeslaan, Amsterdamse weg. Sportcomplex Nieuwe Kalfjeslaan. Overstappen op streekvervoer. Hier moet weer even een nieuwe bronnetje ingelegd worden. Ja, ze hebben een nieuw spoor aangelegd. Komt er een nieuw bron. Ik weet niet precies hoe dat afgesproken is eigenlijk. Het zou wel leuk zijn als dit een keer gemaakt wordt. Ja, precies. Nu niet de arbeids... Nee. Arbeid ja, maar ja... Vooral voor de passagiers is het lullig. Nou ja, dan moet je gewoon bij de eerste deuren. Zou je er misschien nog eventueel hier... Ja, hier, nou, met deze wagen, dus wagen, die kunnen hier nog net in en uit laten. Alle wagens zijn twee richtingswagens nu, hè? Jij zit niet met één richtingswagens vast, dat scheelt. Nee. Als het nodig is, als we weer naar boven kunnen gaan, dan kunnen we wel weer één richtingswagens inzetten. En dan heb je dat soort problemen wel weer natuurlijk. Ja. Maar goed, dan heeft het ook meteen een hogere prioriteit. Huh? Dan heeft het ook meteen weer een hogere prioriteit. Nou ja, goed, dan zien we het dan wel weer. Hopen, ja. Ah, woon je nou zelf ook zo mooi of dat niet? Ja. Oké. Okay. Ik zou het wel willen. Papa's. Heb je echt een miljoentje anderhalf vrij? Van Nijenrode Weg, Amstelveense Weg, overstappen op streekvervoer. Kijk, hier ziet het al. Dit is wel goed gezien, hè? Kijk. Sommige mensen zijn speciaal. Kijk, hier zit een streep in de stoppen. En als je daarvoor staat, voor die lus hier, dan gaat de overweg pas in werking. Na het sleutelen. Als je erop staat, gaat hij meteen in werking. Maar dat is niet handig, want dan heeft de conducteur geen tijd om te lopen. Ja, dat hebben we ook op een paar punten. Bedankt. Ja, tot ziens hoor. Prettige dag. Maar dan niet om te lopen, maar dan meer om de reizigers uit te laten stappen. Oh ja, ja, precies. Ja. Dan gaat hij 1 seconde een knipper geven, van 1 seconde. Dat die geactiveerd is en dan heb je 3 minuten de tijd. Nou, dat moet je altijd doen. Ja, snap ik. Nou, op zich wordt het wel anders.
Koenenkade. Zuiderhof, Jollenpad. Oh, dan mag jij zo meteen het wissel doen. Huh? Mag jij dat wissel doen? Ja, hij ligt hier. Ja, en nog een keer. Maar één keer gehad dat iemand ontspoorde je. Mm-hmm. Sindsdien is het een extra zwaar regime. Iedereen goed opletten dat het wissel goed ligt. Bla bla bla. Je hebt twee kanten om. Ja, want eventjes. Ja, dit was een wissel. En dat heeft op lijn 11 in Den Haag gelegen. Oh, en lijn 11 was er vroeger een spoorlijn. Vroeger kon je op lijn 11 van de Haat in Den Haag kon je ook met goederenwagens rijden en locomotieven. En daardoor kon je dus met dat soort wissels kon je dan ook wel met spoormateriaal oprijden. De twee tussenmeldingen Jollepad. En dat willen wij wel graag. Want als wij een of andere machine huren. Dan willen we kunnen zeggen van op het rechtdoorgaande spoor kan je gewoon overal terecht. En dan hoef je niet speciale tram. Tegenwoordig zijn er wel een heleboel machines met tramwielen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zou ook wel ingewikkelder zijn om voor elkaar te krijgen. Nou, in het begin was het echt gewoon heel moeilijk. En zo'n krol en zo'n graafmachine, die hadden dan spoorwielen en die waren veel grover. En hogere flens en veel breder en zo. Thank you.
ijsbaanpad. Eigenlijk als we aankomen. Ja. Ons hoogst waarschijnlijk dat we moeten... Eigenlijk is die baan gemaakt voor een 20 minuten frequentie. En dan heb je al die wisselplaatsen mooi. Ja. Maar ja, we rijden nu ook omdat we... Ja, het is nog steeds moeilijker om mensen te vinden. En we rijden al in de stad en dit en dat. Ja. En rijden we nu met een half uur frequentie. En dat is een beetje onhandig qua tijd. Je ziet anders uit. Want vaak passeer je elkaar op, achter de loodsen. En dus de ene die rijdt aan de ene kant van de loodsen en wij komen er net aanrijden. Jan Wilsbrug, Olympisch Stadion. Is altijd dat dienstwagen 2 is dan, of dienstwagen 1 is dan de eerste wagen die om 11 uur vertrekt. En daarvoor heb je een lege rit naar Amstelveen om daar ook om het half uur te kunnen beginnen. Ja. Dus dat is altijd, die heeft een hoger nummer dan. Ja. Ja, in de praktijk ging die ook vanaf de Haarlemmeer station, want dan staat de. Er is nog wel spullen nodig of zoiets. Ja. Nee, Steven staat nu. Ja, ik weet ook niet wel. Er zijn twee aan het halen met meer station. Oh, deze valt. Die rijdt. Remise Karperweg. Ja, zij rijden van achter mij aan. Haarlemmermeerstation, eindpunt. Overstappen op de lijnen 15, 62 en streekvervoer. Deze goederenwagens komen uit Berlijn. Oh, ja, ja. En die gebruiken we dan inderdaad voor het transport van grind en andere. Thank you.
Eindpunt van de lijn. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog en word abonnee. Thanks for watching. If you enjoyed this video, then please leave a like. Also subscribe to see all our new videos. Spore 4. The Railway Entertainment Channel.